Er heerst nog veel onwetendheid onder de jeugd over klimaatsverandering en in al haar vormen. Daarom organiseert de Heritage van Suriname klimaatbewustwordingssessies en discussies op verschillende scholen. De herdenking van Wereldoceanendag op 8 juni was dan ook de reden waarom Monique Pohl, een Argentijnse walvisexpert, liet overkomen om studenten te wijzen op het belang van een gezonde oceaan en de bijdrage die dolfijnen en walvissen hieraan leveren. Pohl voeg eraan toe dat kennis over klimaatverandering niet te onderschatten valt. Dus we doen sowieso deze sessies op alle scholen waar we welkom zijn. We proberen zoveel mogelijk die bewustwording over klimaatverandering te brengen onder jongeren. Omdat we uiteindelijk gaat het ook belangrijk zijn als we ons moeten aanpassen. Want voor Suriname, je weet, Suriname is een laagliggend land. Gaat klimaatverandering best wel grote gevolgen hebben. En daarom is het belangrijk dat we als bewoners van dit land goed bewust zijn van klimaatverandering en hoe wij ons gaan kunnen aanpassen in de toekomst. Volgens Pohl is in zekere mate nog onvoldoende bewustwording over het behoud van ons milieu. Een mogelijke oplossing hiervoor zou zijn om dit op te nemen in het onderwijscurriculum. Ik denk dat het gewoon echt een vak moet worden. Want het heeft sociale, economische, het heeft zoveel aspecten, gezondheidsaspecten ook. Dat het een vak moet zijn dat vanaf jongs af aan wordt aangeleerd aan de kinderen waarom het belangrijk is. Omdat we ons gaan moeten aanpassen. En dat is denk ik voor Suriname heel belangrijk. Wat betreft Wereldoceanendag vind ik dat het belangrijk is dat we ons bewust zijn dat we een hele mooie oceaan hebben en dat we daar goed voor moeten zorgen. En ook dat wij als Suriname onze steentje bijdragen aan de bescherming van de oceaan. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. Pohl zegt dat het de bedoeling is in de toekomst zoveel mogelijk scholen aan te doen om deze bewustwording te laten blijven leven.